Ik liep hier een aantal maanden geleden en toen liepen we langs deze ruimte. En de deur stond open, toen zijn we naar binnen toe gegaan. Want ik ben al een tijdje op zoek naar ruimtes die ik interessant vind. Die ik, niet de mooie aangeharkte ruimtes, maar ruimtes die een karakter hebben. En ik ben bezig met een groot project, dat is Low Hanging Clouds. En die, daar dacht ik gelijk van toen ik deze ruimte zag, van nou, dit is een prachtige locatie om dat in op te hangen. Er zit een mooi licht in. Het is niet allemaal even gladjes afgewerkt. Het leeft. En ik heb met de Low Hanging Clouds heb ik geprobeerd om verschillende wolken, zoals roze wolken, gouden wolken. Nou, er zijn allerlei beelden die bij je opkomen om, van wat je met wolken allemaal zou kunnen hebben. En dat laag hangen, dat is een soort metafoor. We zitten in een moeilijke tijd en er zijn verschillende wolken, er zijn verschillende groepen in onze maatschappij. En daar wilde ik iets mee doen. Dit is allemaal uit de recente periode. De foto's die heb ik aan het strand gemaakt. Dat is in het landschap. Dat zijn foto's waar het eigenlijk een sfeer heeft van oneindigheid. Hoe kan je nou tijd verbeelden? En dat is van als je dat Big Bang, dat stel ik me als kunstenaar althans voor, die ploft dan uit elkaar, de tijd vouwt zich open en die vouwt zich helemaal weer tot een plat vlak. En vervolgens draait het zich om en sluit zich weer. Alles heeft een begin. En een einde, in dit geval, wat ik doe. Dus dat is een beeld, dat zijn twee beelden die daarop geïnspireerd zijn. Tijd die zich openvouwt en weer dichtvouwt.